jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met een heel mooi pakketje. Hier zit een Apple Watch in, de serie 6. Want mijn Apple Watch ben ik zo slim geweest om op de badkant te laten liggen. En dat is er volgens van afgevallen. Daardoor is die nu kapot. Ik krijg hier een mooi plaatje in beeld. En nu heb ik hier een nieuwe gekregen. Dus we gaan hem unboxen. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Wat, ja, ik vind het heel leuk. Kijk hoe dit open moet. Bam, 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 bam. We weten trouwens niet zeker of hier de Apple Watch in zit. Nu weet ik het wel zeker. Het ziet er echt heel gaaf uit. Dan heb ik hier de watch. De serie 6. Woehoe. Gaan we hem openmaken. Kijken waar dat moet. Oh, hier. Er zit hier een mooi leeuwtje dat ik eraan moet trekken. Oh, nee. Plastic blijft wel vastpakken. Bam, 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 bam. Hij is 40 mm. Serie 6. Space Gray Aluminium Case Black Uni Sport Band. Nou, wat cool. Oh, hij is groen met rood aan de binnenkant. Oeh. Bam, 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 bam. En hier nog een hele mooie binnenkant. Hij is groen met rood. Oeh. Dan heb ik hier de Apple Watch en het bandje. Oeh, we hebben een bijzonder bandje. Oeh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hij is groen met rood. Ook wel bijzonder. We hebben hier dan de small, medium en medium large. Dan heb ik deze small medium nodig. Ik heb zelf ook nog dit regenboogbandje en ook nog een zwart bandje. Die ligt daar. Een groen met rood. Oh kijk, dan kan je dit weer afhalen. Dus dan deze hebben we zo nodig. Dus die leg ik hier neer. En dan bewaar ik deze hierin. Nu de Apple Watch zelf. Oh, hij is al even open. Dan hebben we hier als eerst een mooi ladertje. En dan de Apple Watch zelf. Ja, het ziet er niet heel veel anders uit dan een normale Apple Watch, maar toch. Boom. Tada! Hij is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Moet ik hem niet laten vallen, dat vind ik heel eng. Staat ook op de achterkant. Oh, de achterkant is ook anders. Grappig. Dan heb ik hier natuurlijk al mijn Apple Watch, waardoor ik weet hoe ik hem vast moet maken. Dat is de series 3. Dit is de series 4 en dit is de series 6. Oeh. Als ik alles er goed ingeschoven heb. Oh, hij moet eerst. Oh, dat ziet er anders uit ook. Hij moet eerst aan de lader. Tadaa! Nou, dan leggen wij hem even aan de lader en zijn we zo bij je terug. We zijn inmiddels een tijdje verder en hij is voor een klein stukje opgeladen. We hebben inmiddels de lader hier naartoe gebracht. En dan kan ik hem gaan koppelen samen met mijn telefoon. Er staat hier, Apple Watch, gebruik je iPhone om met deze Apple Watch te configureren. Ga door. Dan komen we hier naartoe. En dan gebruik voor mezelf. Ook configureer voor mezelf. En dan moet ik hem er zo bij houden. Configureer Apple Watch. Ik draag hem om mijn linkerpols. Dus nu even aan het nadenken. Apple Watch. Verbinding. Dit kan even duren. Oh, Apple Watch verbinden. Dit kan even duren. Oh, ik ga akkoord. Inloggen ook heb je op je account. Dit kan enkele minuten duren. De Apple Watch deelt instelling met een ja. Ook. Kan ik ook de grote? Ja, door. Maak code aan. Je Apple Watch is bijna gereed. Je krijgt een melding als de synchronisatie is voltooid. Zodat je je iPhone intussen gewoon kunt gebruiken. Hij is nu hartstikke hard bezig. Ik heb nu ook een always on display volgens mij. Is dat zo? Ja. Oh, cool. We zijn inmiddels weer een tijdje verder en hij zegt nu je Apple Watch is klaar. Druk op het
digitaal crown om te beginnen. Hij is... Heb ik allemaal medailles nog? Hij is aan het laden. Ik heb allemaal medailles nog! Oh, daar ben ik echt heel erg blij mee. Nou, hij is helemaal overgezet. Deze moet ik nu even een schoonmaakbeurt geven. Dat hij weer helemaal naar fabrieks instellingen gaat. En dan kan ik deze gaan gebruiken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!